luisteraars, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor koken met Vincent. Ik ben niet samen met Eva, maar ik ben samen met Marco. Marco is chef-kok van een restaurant waar ik vroeger heb gewerkt. En wij gaan vandaag eens een keer samen wat lekkers koken. En als wij wat lekkers gaan maken, wij gaan zelf donuts maken vandaag. Dus niet de kant-en-klare donuts zomaar vanuit de winkel, maar echt gewoon helemaal zelf met verse ingrediënten hebben we hier allemaal staan. Oh wacht, je ziet het hier ook zelfs beneden, dus we zitten allemaal mooi omhoog te houden. Okay. Maar hallo, hier zitten we ook nog. Echt alles zelf maken. Dus ik zou een duimpje omhoog zeer zeker waarderen, laat echt ziek veel likes halen. En mocht je het zelf hebben gemaakt, deel alsjeblieft even je foto, @VincentDik op Twitter. En stuur gewoon hoe jouw donuts zijn geworden. We gaan echt gewoon allemaal nog lekkere toppings maken daarna. Maar natuurlijk, voordat je toppings kan maken, is het eerst tijd voor de donut. Nou, waar gaan we beginnen? Wij beginnen met Vincent aan het werk zetten natuurlijk. Wat gaat Vincent doen? Vincent gaat even twee eitjes voor ons splitsen. Wacht, wacht. Dat wil één keer, hè? Kijk, ik doe het op. Ik wil altijd zo. Oké, maar jij kan dat vast met één hand. Niet? Nou, ik heb het niet zo vaak gedaan, maar ik kan natuurlijk een poging wagen. Hoppa! Oh, je moet splitsen! Splitsen! Oh, wacht. Oh, zachtjes, dan maak ik hem kapot. Deze kunnen we bewaren. Dan kunnen we er straks nog wel wat lekkers van maken. We zijn het gele nu nodig. Ja, we hebben alleen het gele nodig. Dus deze kunnen we apart zetten. Dan nemen we de volgende stap. Dat moet even de melk verwarmen. Wat hebben we daarvoor nodig? Hebben we een pannetje. Vinden jullie ook dat wij zo'n mooie setup hebben? We hebben geüpgraded. Zo. Dan pakken we de melk. En we hebben de melk in het pannetje. Gewoon op het laagste vuurtje even opwarmen. Ja. En wat belangrijk is, is dat we gaan de melk niet koken. We gaan de melk alleen warm maken. Dus er mogen geen bubbeltjes komen. Nee, kamertemperatuur. Trouwens, de hoeveelheden van alles staan hier onderaan in de beschrijving. Dus maak je geen zorgen. Of misschien heb je hier al een lijstje zo gezien. Ja, mooi hè? Die wordt aangevuld. Deze lijst is mooi hè? Hij is wel lang, maar je moet er wat voor over hebben. Ja, de melk is nu lauw warm. Precies zoals die hoort. Dan hebben we 100 ml nodig. Niet alles. Ja, nog een klein beetje. Nou, dat hebben we goed gedaan. Precies 100 ml. Pakken we die 100 ml in een nieuw bakje. Zo. Dan doen we de gist erbij. Wow, dat is vet. En dat gaat straks reageren, dat zie je wel. En dan mag je de helft van de suiker erbij doen, dus niet alles. Gewoon er helemaal overheen of gewoon een beetje net zoals je had getekend? Ah, gewoon we gaan helpen roeren. Ja, hebben we de helft erbij. Mag het even doorroeren. Gaat er ook helemaal in op, hè? Ja, en hier zorgen we eigenlijk voor dat we de gist weer een beetje tot leven maken. Dat hij weer een beetje gaat bobbelen. En dan krijgen we straks een mooi luchtig beslag. Ervaren kloppig. Je ziet wel dat de melk van kleur verandert heel erg. Ja, hij wordt iets grijzer lijkt het wel, hè? Ja. Nou, waar we de gist wel even gewoon laten staan. Laten we deze ongeveer even 5 minuutjes, 4 minuutjes staan. Dan pakken we de grote bak. En dan gaan we eigenlijk alle droge ingrediënten mengen met elkaar. Dus dat is de bloem die we hier hebben. We hebben de rest van het suiker. Klein beetje zout. Gewoon een klein snufje tussen je vingers zo erin. Dan doen we hier alle bloem, pakken we alle suiker en een snufje zout. Nee, ik zag gewoon. Wel met gevoel, hè? Een beetje zo op je arm zo. Maakt alles lekkerder, hoor. Iedereen kent hem hier wel. Dan hebben we de eieren split. Pakken we de eieren, de melk die over is gebleven. Gieten we de melk in een mooi kommetje. Pakken we de eieren, de dooiers. Met een klein beetje eiwit helaas. Ja, hoe zou dat dan komen? Zo.
Misschien smaakt het dan net een beetje beter, hè? Dat weet je nooit. Dan krijg je extra eiwitten binnen en dan krijg je een mooie grote spierbal van. Gaan we die eieren mengen met een vorkje. Je weet wel wie aan het werk zit. Ja, ik wou net zeggen hoor. Ja, dan hebben we dat mooi gemengd. Nou, kunnen we ondertussen even kijken wat er met gist is gebeurd. Ja, dat is dik geworden. Dat kan je bijna niet meer herkennen, hè? Zo. Zie je, het is gewoon echt een ingegoorde klont geworden. Nou, mogen we die vervolgens weer mengen. De gist daarmee? Ja, dan gaan we weer in een groter bakje. Zo, wat ruikt dat raar? Ja, we moeten wel goed alles erin doen. Zo. Nou, alles direct even opruimen. Houden we mooi het overzicht. Klopt het weer? Ja, mag ik weer goed mengen. Ja, gist ruikt nu net als brood. Nou ja, we gaan toch echt donuts maken. Hopelijk. Kom echt serieus, gewoon broden straks eruit zetten. Dan kunnen ze direct aan de bakken brengen. Ja. De hele kleur verandert ook weer gewoon, hè, helemaal. Ja, dan moet ik er één geheel van maken. Ja, dat heb ik mooi gemengd. Hoppa. Zo, hebben we een mooi mengsel nu. En dan mogen we dat mengsel hier in een grote bak doen. En dan weer met deze kloppen? Nee, met je hand. Echt? Ja, dan mag ik het mooi met de hand kneden. Je zou het natuurlijk ook kunnen doen met een broodbakmachine of met een elektrische mixer. Maar aangezien we echt alles zelf willen doen, doen we dit natuurlijk ook gewoon met de hand. Nou. Oh, dat lekkere lauwe melk, heerlijk. Trouwens, voordat je dit soort dingen doet, eerst je handen wassen. Wij hebben allebei onze handen. We hebben onze handen netjes schoongemaakt. Goed gewassen. Ja, dit begint al een mooi deegje te worden. En eigenlijk moet je dan net zo lang het deeg kneden dat je één mooie grote bal kan maken. Krijg een mooie plakkerige deeg. Nou, is het toch mooi gelukt. Mooi bolletje. Zoals je ziet, het plakt niet meer aan de kom. En het plakt ook niet meer zoveel aan zijn handen. Dan mogen we het mooi een beetje bloem op de werkbank bestuiven. En dit doen we zodat het deeg niet blijft plakken op de werkbank. Nou, dan mogen we nu het deeg nog een beetje kneden, hier op de werkbank. En dan heb je echt een bakkersgevoel. Nou, wanneer begin je bakkerij? Bij deze zijn we begonnen. Moet je nagaan wat voor werk het is om alleen al donuts te maken. Nou, zie je dat we een mooi luchtig deeg hebben, dat als we erin prikken, dat die gewoon weer terug omhoog komt. Dus dan krijg je een lekkere luchtige donuts. Mega donut zo. Ja, zouden we dit in één keer bakken, dan kunnen we misschien wel het record grootste donut verbreken. Maar we willen graag delen met iedereen, dus we zullen er wel meerdere maken hoor. Vervolgens moeten we dit plat proberen te maken. Zo, ik heb wat gevonden. Aangezien we zo 1, 2, 3 geen deegrollen tot onze beschikking hebben, heb ik hier plastic folie. Wat mooi is aan plastic folie, dat we het eerste laagje eraf kunnen halen. En dan hebben we tenminste een schoon oppervlak om mee te werken. Kunnen we deze gebruiken als deegroller. En probeer het deeg ongeveer een dikte van 1 centimeter te maken. Dus ongeveer zo. Ja, kunnen we het deeg een beetje draaien. Kunnen we de andere kant. En mocht het nou plakken, dan kan je er altijd nog een beetje bloem op gooien. Nou, volgens hebben we hier een beetje bloem. Overal bloem. Dat is leuk hier aan. Mogen we overal bloem smeren. Hoppa. Dan gaan we vormpjes maken nu. Dan hebben we ons mooie deeg. Gaan we even kijken. Gaan we hele grote donuts maken of mooie kleintjes? Dus zullen we eens leuke mini donuts maken? Ja, kunnen we die uitdelen? Ja, waarom? Dit zal ik de vormpjes erbij pakken. Nou, gaan we mooie vormpjes maken nu. Daarvoor heb ik een glas gepakt, gewoon een normaal glas. Zie je, het is iets kleiner dan een gewone donut. Wat we eerst doen. Mooi een randje beginnen. Nou, dit wordt eigenlijk onze donut. Heb ik hier een klein. Oh. Iets groter. Zo.
Gewoon je vinger er doorheen, niet bang zijn, gaat niet zo snel kapot. Heel elastisch, zoals je ziet. En dan gaan we de volgende maken. Ja, en natuurlijk hoe vaker je het maakt, hoe makkelijker het gaat. Omdat ik weer kleiner. Deze kleine stukjes deeg niet weggooien, want dan kunnen we straks nog een donut van maken. Nou, we gaan straks ook nog een mooi glazuur maken, dus ja, mochten de donuts niet zo lekker zijn, kunnen we altijd een lekker glazuurtje eroverheen gooien. Ja, lekkere smaakje. Laat eens in de reacties achter wat voor glazuur jij het lekkerste vindt op je donut. Ik vind aardbei of chocola. Banaan met chocola. Dat is wel een goeie. Ja. Maar wat ik ook wel lekker vind is met die vruchtenhagelslag. Oh ja, dat is ook goed. Met dat witte glazuur. Ja. Dus laat even achter welke jij het lekkerst vindt. Wie weet kunnen we die de volgende keer nog wel maken. Ja, of laat jouw idee achter hoe jij hem zou maken. Wij gaan straks onze eigen ideeën maken. Maar eenmaal als je, zoals je ziet, hebben we nu gewoon een gigantische gratenkaas over. Dan leg je alles weer bij elkaar. Doe de stukjes er ook weer bij. En dan kneed je het weer tot één grote bol. Zodat je weer het opnieuw kan rollen. En weer dus opnieuw kan beginnen met het maken van de cirkel. Nog meer donuts. Hoeveel donuts denk je dat eruit komt? Niet meer kijken, ik mag ook niet kijken. 6. Met deze erbij of? Nee, gewoon totaal. Hoeveel donuts denk je dat we hebben totaal? In totaal, alles bij elkaar? Ja. Nou, dan ga ik toch wat 26? Ja, ik wou 27, 28 zeggen. Maar weet je wat, ik vind het altijd zo gemeen als je 27 zegt, hè, want dan als het net 27 of 28 wordt. Ik ga voor 28. Ik ga gewoon zorgen dat de 28 uitkomen. 28,5 dan. En zo'n halve lullige donut. Niet te dun, niet te dun. Ja. Ik denk dat er nog wel 2 bij komen. Nou, we die als dubbele donut. Duo donut, weet je? We hebben een donut met 2 gaatjes in plaats van 1. Wel heel dun donut gaatje, hè? Maar oké. Okay. Dit is ons experiment. Ja, dit wordt onze eigen donut zo. En wat het lijkt, weet je wat het op lijkt? Nou? Varkensneus. Nou, dan komt nu eigenlijk op het spannendste stukje. En dat is het frituren van de donuts. Ja, mocht je nu niet iemand bij hebben, of mocht je zelf niet weten hoe je met vuur om moet gaan, roep er even iemand bij die wel met vuur om kan gaan. Vraag even van je ouders. Ja, want het is heet waar je mee omgaat, het is olie. Wij hebben de pan al klaarstaan op het vuur. Laat de olie ongeveer 180 graden worden. En hoe je het beste kan testen of de olie klaar is, is gewoon een klein beetje een stukje brood erin gooien. En als het direct begint te borrelen, dan is je olie heet genoeg. In principe gooien we de donut er gewoon in. En dan net zolang dat die mooie goudbruine kleur heeft. En dan halen we hem er weer uit. Als je ziet, de donuts krijgen nu een mooie kleur. Ik zal hem nog één keer omdraaien. Zo. Zodra ze een beetje klaar zijn, laat je ze lekker uitlekken zoals de rest. En dan moet je eens kijken wat voor olie er al extra afkomt van het doekje. En dan laat je ze gewoon even goed uitlekken, zodat je niet een hele flinke hap olie opeet. Want dat is natuurlijk niet zo lekker. Nou, door het vuur uit van olie, laten we de olie eerst afkoelen, voordat we er wat mee doen. Nou ja, de donuts zien er schitterend uit ook al, zeg ik het zelf. We hebben eigenlijk in tussentijd hebben we al een paar en meer opgegeten dan eigenlijk één geproefd. Ik er eentje hoor. Oh nee, want we hebben eigenlijk in tussentijd ook nog heerlijke bananenglazuur gemaakt. Echt van een echte banaan. Het ziet er misschien niet zo uit, maar geloof me, dit is echt banaan. En daar hebben we eigenlijk een beetje te veel van geproefd, omdat ik dacht van zou het wel lekker zijn, maar het bleek toch achteraf een beetje te lekker te zijn. Eigenlijk, Vincent kon er natuurlijk niet van afblijven. Ik zei ja, ik ben meer van de aardbeien. Vincent wou echt iets met banaan, dus vandaar dat we dit heerlijke sausje hebben gemaakt. Ja, we hebben nu gewoon meerdere manieren hoe jij jouw donutje af kan maken. Wat we al eerder zeiden, hè, je kan het natuurlijk voor een leuke tractatie op school maken. Hè. Doe het dan alsjeblieft wel met een van je ouders, want ja, je gebruikt een hete pan met olie. Alleen ja, wat Marco al zei, we hebben meerdere varianten. We hebben hier, even voor je beeldvorming, opgeklopte poedersuiker. Dat is gewoon een klein beetje poedersuiker met water aanmaken. Zorg dat het een mooie substantie is, zodat je het over de
donut kan smeren en dat je bijvoorbeeld leuke pixels of chocoladestukjes kan toevoegen of een beetje poedersuiker nog of stukjes aardbei wat je zelf maar lekker vindt. Alleen ja, mijn voorkeur ging eigenlijk direct uit naar banaan. Dat zeker, ja. Ja. En nou, zoals we zien, we hebben hier de mooie donut, dat is gewoon onze basis. En nu kunnen we de smaak nog gaan aanpassen, dus inderdaad, ja, ik wil voornamelijk iets met chocola of met aardbei. Is dat voor jou aardbei gesneden? Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Als jij de bananendonut maakt, nou, snij ik voor jou stukjes aardbei. Dan zal ik even laten zien hoe we hier de bananenglazuur gebruiken. Even de lepel eruit. We pakken eerst de donut. Natuurlijk als ze afgekoeld zijn, anders zijn ze iets te heet om vast te houden. Dippen alleen de bovenkant even. Zo, laten we een beetje uitdruppelen. Zo, laten we die eerst even mooi opdoven. En dan kunnen we er straks nog een tweede laagje overheen doen. En zo ga ik, denk ik, nog drie. Ja, weer drie bananen? Ja, ik denk drie bananen. Die gingen er zo snel doorheen. Ik denk, ja. Extra banaan. Zo, eerste laagje. Zul je zo ook even erin dippen. Zo. En dan hebben we hier al twee, drie gemaakt met poedersuiker. En dan hadden we ook al een paar, eigenlijk om een voorbeeld te geven, een paar bananen hadden we al wat eerder gedaan. En die zijn al wat langer gedroogd. Dus dan zie je ook dat de laag wat harder is. Je zou eventueel, zou je voor de nog een keer erin kunnen dippen. Als je echt van bananen houdt, hè, dan... Ja, dan doe je het gewoon extreme way. En dan eigenlijk zou je hem nu, deze zou je al kunnen versieren. Dus wat zou je kunnen doen? Je zou kunnen zeggen van, ik pak wat vermorzelde chocola, ik strooi het eroverheen. Maar je zou ook bijvoorbeeld een beetje chocola kunnen pakken en het gewoon leuk versieren door een streepje gewoon grofweg eroverheen te doen. Zo. Nou, ik doe die al op het bord kwijt. En op die manier kan jij gewoon je donut zo leuk mogelijk maken. Nou ja, wat ik al zei, we hebben al opgeklopt glazuur hier liggen. Dus als je een donut pakt, zou je gewoon erin kunnen dippen. Kijk, krijg je een hele mooie witte laag. Mooie glanslaag, ja. En dan pak je, wat vind jij het leukste? Ik denk nog op de spikkeltjes hier. Een paar spikkeltjes erover. Nou, dit geen feestje is, hè. Dus kijk, op die manier kan je gewoon je schaal zo leuk mogelijk maken. En kan je dus gewoon jouw leukste variaties maken. Je kan zelfs letters erop zetten mocht je voor iemand specifiek iets willen maken. En wat Marco al zei, mocht je er geen gaatjes in willen maken of geen gaatjes erin willen hebben en geen donut, zou je hem zelf nog heel kunnen maken en zou je hem kunnen vullen met aardbeien, jam of chocopasta, slagroom. Noem maar pindakaas. Dan heb je gewoon een sushi eigenlijk. Ja, ja, ik kan het zelf nog zo gek niet maken, hoor. Dus we hebben hier eigenlijk voor jullie gewoon nu al vier varianten liggen. Je hebt gewoon de poedersuiker variant eventueel. En eventueel nog de, ja, gewoon als je het lekker vindt, kaal. De naturel. Dus we hebben hier dus gewoon meerdere varianten. We hebben gewoon, ja, ik persoonlijk vind banaan lekker, maar het had ook zomaar aardbei, glazuur of iets anders kunnen zijn. Dus ik denk als je op deze manier gewoon leuke varianten maakt, kan je gewoon heel veel maken. Ik ben heel benieuwd welke variant jij nou hebt bedacht, die jij zou willen maken. Laat dat ons alsjeblieft weten hieronder in de reacties met een leuke toffe reactie. Of stuur even een tweetje naar apenstaartje Vincent Dik op Twitter. Mocht je dat gaan houden, ben je gewoon een superheld. Ik hoop dat jou op het duimpje omhoog drukt. Ik wil jou hartstikke bedanken. Ik wil jou ook bedanken. Mocht je nou vaker willen dat wij een video maken, laat het ook even achter. Zeg tegen mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!